een paar maanden geleden... Een paar maanden geleden stond hier in Carré de musical The West Side Story. In Broadway is het een groot succes. Ook in Londen een groot succes. Maar wij hebben het perfecte liedjesstel van vanavond. Pim Avondrood en Francis van Broekhuizen zingen het prachtige duet uit The West Side Story. Tonight. Geef een hartelijk applaus. Pim en Francis. Mag ik jou Pim Pavarotti noemen? Ja, hallo Pim Pavarotti. Hallo. Fantastisch. Echt geweldig. Jeetje, en daar beneden werd ook leuk gezongen, hè? Door haar. Je bent zo lang. Fantastisch. Hoe voel je het? Want Francis is echt gewoon een geweldige zangeres. En jullie kleuren zo mooi qua stemmen. Wat voel je nou? Echt heerlijk. Echt waar. Echt waar, ja. Echt waar, ja. Je ziet er ook helemaal eerlijk uit. Echt. Zeg, wat voel jij van deze ervaring? Ja, ik sta te janken natuurlijk weer. En Pim, je hebt het zo mooi gedaan. Ik ben zo trots op je. Het is echt heel goed. Echt heel goed. Ja. Nou, we hebben je al gezien in een geweldige documentaire serie Knoop in je zak. Toen we een voorbereiding zagen. Oh ja, dat moet ik nog
en bewonderingswaardig hoe je dat doet, want het is echt knap. Maar het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft ook iets mee te maken. Nou, misschien heeft u in de aflevering gezien dat Pim helemaal zelfstandig woont. Ik geloof 35 hoog, vreselijk hoog. En, maar daar zorgt dat... Woon je zo hoog? Nou, niet te hoog hoor, dus ietsje naar beneden. Maar heb je dan ook geen last van de buren dat je denkt van, ik heb geen buren. Oh, gelukkig. Nee. Pim Pavarotti, die woont al op zichzelf. Wat heb je dan voor huis? Ik heb een penthouse. Een penthouse, geweldig. Hij wel. Nou, wij nog. Ja, nou, wij nog. Maar dat fonds dat zorgt daar dus voor. En ik zou zeggen, mensen allemaal vrijwilliger worden of geld geven. Want dat fonds moet enorm gesteund worden. Ja. Heb je nog een telefoonnummer, Paul? Ja, dat heb ik. 06. Nee. We hebben namelijk... U kunt vrijwilliger worden, u kunt collectant worden. Maar u kunt ook zeggen, nou, misschien rond deze kerstdagen... wij gaan gewoon wat geven. Dat kan. We doen dat eigenlijk niet vaak. En het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, dat is echt zo'n fonds... wat eigenlijk, dat kennen we al heel lang, al 50 jaar. En eigenlijk hoor je daar nooit iets speciaals over. En daarom willen wij nu even dat fonds vanavond in het zonnetje zetten. Als u denkt, nou, ik ga gewoon 1000 euro overmaken. Ik ben gek. Ik woon in een penthouse, 35 hoog. Dan kan dat. 0900 1390. Minder mag natuurlijk ook. Al uw geld is hartelijk welkom. Wilt u donateur worden of collectant of vrijwilliger? 0900 1390. Geef een hartelijk applaus. Pim en Francis. Dank u wel.